Ja, goedemorgen. Ja, ik zei, je lijkt op iemand, maar je lijkt op de kerstman. Maar ik bedoelde eigenlijk een andere Middelburger. Maar heren van de Rotary, wie zijn jullie? Vertel eens. Ik ben Gerrie Huis in het veld. En ik ben binnen de Rotary aangewezen om de hele organisatie rondom de Santa Run te organiseren. Ja, precies. Dus ik heb alle lijntjes komen bij mij uit en ik moet alles regelen. Maar ik heb wel de hulp van iedereen hoor. Ik ben toen ook nog bij de, toen jullie de start hadden, dan waren er volgens mij iets van 800 deelnemers mee. Nee, 350. Oh, nou dat voelde als heel veel. Het waren in ieder geval heel veel kerstmannen. En dat is het idee, jullie zijn allemaal in... Dat proberen we nu weer te halen. Dat, en uiteindelijk is het, we doen het voor het goede doel. We proberen dus geld in te zamelen door middel van de inschrijvingen. En door middel van sponsoren, die voor een relatief klein bedrag gewoon sponsor kunnen zijn. En daarmee zullen we dit jaar de voedselbank Walcheren ondersteunen. Ja, dat is heel mooi. Die gaan net naar het nieuwe pand volgend jaar. Ja. Dus die kunnen wel een beetje hulp gebruiken. We leveren geen steentjes voor ze. Ja, maar jullie doen volgens mij, dat is gewoon een mooi goed doel. Hè. De voedselbank, dat is er voor iedereen. En wie ben jij? Want ik zou zeggen Rudolf, maar... ik zou hem zeker noemen. Ja. Zo ik ook echt. Ja, oh echt waar? Ja, nee, dat is heel goed. Maar, en hoe kom je toch altijd aan die rode neus, vraag ik me altijd af. Ik heb heel koud. Ja, precies. Ja. Maar jij loopt ook mee dit jaar? Ja, ik loop voorop. Ja, je bent een soort de mascotte van ik doe de warming-up en ik laat iedereen zien hoe we gaan lopen. Dus dat doe ik. Dat is heel goed. Maar even dan heel kort en zakelijk. Wanneer is die precies? 19 december? 17 december. Zaterdag 17 december. En hoe laat start het? 4:00. Oké. Okay. En als mensen mee willen lopen? Dan moeten ze zich via de website inschrijven. Dat gaat super eenvoudig. En je betaalt ook uiteraard inschrijfgeld. En met het ticket dat je kunt uitprinten, kun je op bepaalde tijden hier je kerstpak ophalen. Hier, en we zijn hier in de kantine ijsbaan. Van de ijsbaan, ja. Bij Patrick. Ja. Nou, dat weet iedereen wel te vinden. En wat zijn de kosten om mee te doen? Voor volwassenen €15 en voor kinderen €10. Nou, dat is allemaal heel overzichtelijk. En dat geld gaat dus naar een goed doel. En hoeveel kilometer loop je? Want dat is ook nog wel een ding. 3,5. Kleine 3 kilometer ongeveer. Door de binnenstad. Helemaal door de binnenstad. Dus dat is voor de echte hardlopers is dat penis. En voor mensen zoals ik is dat een behoorlijk eind. Je mag ook wandelen. Kijk, dat is super sympathiek. Nou, duidelijk vooral. Zijn er nog andere dingen die de mensen moeten weten? Nou, we proberen ook de lagere scholen nog mee te laten doen. Je kunt je ook via de lagere school inschrijven. Oproep aan de kinderen, doe dat vooral. Want dan mag je via de school gratis meedoen. Ja, precies. En die pakken die worden dus geregeld. Hè? Die pakken, ik heb ze in voorraad. Ik ja, dat ze hier dus dat, nou, dat komt helemaal goed. Nou, dank jullie wel voor de toelichting. En dat het maar een mooie run mag worden. Hè, ja, dat hoop ik zeker. Ja. Je hebt ook je oranje sjaal aan. Ben je supporter van Oranje? Ja, ga vanmiddag kijken. Het wordt een spannende middag. Heel spannend. Dank jullie wel.